kijk, ik weet iets van protocol misschien omdat dat moet van mijn televisiebaantje. Maar ik heb ook iemand uitgenodigd voor vanavond. Dat is een vak. En dat is niet zomaar iemand. Dat is iemand van de Duitse marine. Ja, die hebben ze tegenwoordig weer. We werken zelfs mee samen. Hij is protocolofficier. Ik geloof dat dat kapitein Soezee, ik weet niet zeker hoe je dat noemt. Mag ik een applaus voor Peter Dreschler. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Peter Dreschler, wie gesagt, Kapitän zur See und Protokolloffizier der Deutschen Marine. Herr Kapitän sogar, Jort. Wir Deutschen legen immer etwas mehr Wert auf diesen Dingen. Wir wissen, wie es sich gehört. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gewissermaßen sehr symbolisch, dass ich hier heute Abend als Vertreter der Deutschen Marine auf diesem Rettergala das Wort zu Ihnen richten darf. Denn eine der Hauptaufgaben der Marine in diesem Moment ist es, Menschen zu retten. Menschen in Seenot. Entschuldigung, haben wir nicht Nederlands abgesprochen? Ach, verzeihung? Ja, das ist mein Tipp, Schaumwerk. Oh, excuses, Damen und Herren, wir hatten in der Tat abgesprochen, ich soll. Ich soll versuchen, Hollands zu praten, laat ik het zo zeggen. Tot nu toe gaat alles goed. Je kunt mij verstaan, heel fijn. We hadden het ook kort over gehad. Ik zou proberen Hollands te praten, omdat ik kort in Holland heb gestudeerd. Aan de Technische Universiteit in Delft. En ik ben er bijna afgestudeerd. op een zeer Hollands onderwerp. Het slijtagemechanisme van de snijtanden van de boormachines op de geulengravers, de trenches en de sleepoverzuigers. Zeer interessant. Misschien kunnen we heel kort daar nog over hebben zometeen. Maar ik maakte kennis met oude Hollandse gebruiken en gewoonten, zoals drinken van enorme hoeveelheden jenever. Toen kwam ik ook eigenlijk al heel snel achter wat nu eigenlijk de ware betekenis was van het begrip Delfts Blauw. Dat was direct al de eerste avond. En mede daardoor werd het erg gezellig, vooral omdat de definitie van de student hier heel anders was dan in Duitsland. In Duitsland moet je studeren. Hier luidt de definitie, één student is iemand die 8 maanden van het jaar bier drinkt en dan van het statiegeld 4 maanden op vakantie gaat. Nou, heerlijke tijd gehad. Ook een beetje de taal leren praten. Grammaticalisch qua uitspraak niet zo perfect, maar altijd als ik jullie koninklijk huis zag en hoorde, dan dacht ik... Ach ja, hè? U bent in ieder geval gewend om het te ontcijferen, dat helpt. Ja, goed. Ik heb in de organisatie kort over gehad. Moeten we het nog over de crisis hebben? Dus hij zei, houd kort. Dat doe ik ook. Het was voor ons de marine, de Nederlandse marine, ook pijnlijke geschiedenis. Maar ik zeg, moet u goed luisteren. Ik kan in 2 minuten kan ik ze uitleggen wat de problemen zijn met de euro. Aan de hand van mijn vakantieervaring. In juni waren we in Spanië. Daar was een burgemeester van een heel klein dorp. Die had een heel groot huis en ik vroeg toen aan hem, hoe kom je aan zo'n groot huis? Toen zei hij, nou dat is heel eenvoudig, zie jij die brug daar in de verte? Ik zeg, ja. Hij zei, voor die brug hebben we uit Brussel 100 miljoen euro gekregen. Het moest een 2-baansbrug worden en ik heb er 1-baansbrug van gemaakt. Ja? Zo gaat het in die landen. Een maand later waren we in Griekenland, daar zijn we als Duitsers even niet zo populair. Bij de paspoortcontrole keek men een beetje bezwaard aan, toen zeiden ze, occupation? Ik zeg, no, just holiday this time. Enfin, we gingen verder. We kwamen in een nog kleiner dorp dan in Spanië. Er was een burgemeester van het dorp. Die had een nog groter huis dan die man in Spanië. En toen vroeg ik, hoe kom je aan zo'n groot huis? Toen zei hij, nou, dat is heel eenvoudig. Zie je die brug daar in de verte? Ik zeg, nee, precies, zegt hij. Nou, maar goed. Wat mij opvalt is dat jullie vooral zoveel kritiek op jullie zelf hebben. En dat vind ik echt niet nodig. Jullie hebben geweldige universiteiten. Ik zag vanmiddag ook de uitkomsten van het grote vruchtbaarheidsonderzoek van de Erasmus Universiteit. En de conclusie luidde, als uw ouders geen kinderen hadden, is de kans vrij klein dat u zelf kinderen zult krijgen. He? Nou, dan doe je nog steeds mee in Europa. He? Maar zonder gekheid erop, we zijn erg blij met de samenwerking. Het spreekt vanzelf dat we als Duitsers ook belang hebben bij internationale grensoverschrijdende samenwerking. Afgezien van het feit dat als het over grensoverschrijding gaat, wij daar
graag bij willen zijn als Duitsers. Klein grapje, dames en heren. He? Moet kunnen na al die tijd. He? Ik vind juist dat we heel erg goed met elkaar omgaan. Ik vind zelfs, maar dat mag u met me oneens zijn hoor, dat Holland steeds meer op Duitsland begint te lijken. He? Ja, als ik hier binnenkom, het land, dan zie ik steeds grotere wegen, steeds grotere auto's, he? Steeds harder rijden. He? 130 al. Spannend. He? Wij hebben in Duitsland e-bikes die harder gaan, maar goed, maakt niet uit. He? Nee, maar Holland lijkt echt op Duitsland. Je ziet het ook bij de laatste twee WK's, zag je het ook. He? Slecht voetballen en toch winnen. He? Dan zie je hoe lekker dat is, dames en heren. He? Nou, hadden we elkaar in de finale kunnen treffen, dat is niet gebeurd. Maar goed, ook voor jullie, he? Ergens. Was toch niks geworden. We hadden in Duitsland al zijn grapjes al klaar. Wat doet een Hollander als hij met voetballen van Duitsland heeft gewonnen? Dan zet hij zijn PlayStation uit. Duitse humor. Hè? Nee, dames en heren. Holland lijkt steeds meer op Duitsland. Je ziet het zelfs in de politiek. Hè? Want er wordt maar wat gezegd in onze beide landen. Dat kan ook nog heel erg verkeerd uitpakken. Zoals Gerhard Schröder. Kent u die nog? Die zat voor Merkel. Die zei ooit een keer tijdens de laatste verkiezing die bijeenkomt. 4 jaar geleden stonden we aan de rand van de afgrond. Sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt. Nou, hij werd niet herkozen, hè? Logisch. Goed, dames en heren, ik hoop dat u gemerkt hebt dat er ook Duitsers zijn met humor. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht en ik wens u nog een hele prettige voortzetting van dit mooie gala. Dank u wel. Dank u wel, dames en heren. Dank u zeer. Ja, Peter Drescher.